Hoe ging dat met jou? Zeg eens, joh. Hoe heb je de wedstrijd ervaren? Eerst van de bank en dan van het veld. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk de eerste 20 minuten zeer moeilijk. Ja, ook een vroeg één doelpunt. Maar niet echt in ons spel, dat vond ik zelf. Dan na 20 minuten pakten we een beetje over in de eerste helft. Okay, zonder echt grote dreiging. En dan de tweede helft zijn we dominant. Dan scoren we dan op de 1-1 uit vrije trap. Dan denk je dat er niks meer aan de hand is. En okay, dan loop je op een counter. Dan weet je dat dat gaat gebeuren. En, het is een goede ploeg, dus zij kunnen dat zeker uitspelen. Maar ik dacht toch eerder dat de 2-1 ging vallen dan de 1-2. De eerste 20 minuten waren jullie precies niet bij de les, hè? Ja, nee, dat klopt. Vooral te laat, niet in de waal. Ze speelden ook 4-2-4 met vier spitsen eigenlijk. Dus ja, ze kwamen met hoge druk eigenlijk ook en we kwamen er niet uit. Ja, een moeilijke wedstrijd. Ik weet het niet. Ja, zeker een moeilijke wedstrijd. Ja, ook hoe het eens hadden natuurlijk. Het is niet voor niets dat ze 11 punten of zo in de voorstel op de tweede. Dus. Goed. Is dat onverwacht als ze zo hoog druk zijn? Nee, als je de opstelling zag, dan wist je meteen dat ze met vier spitsen ging spelen. Ja, tegen vier spitsen, 4-2-4, tegen vier spitsen, niet simpel natuurlijk. En iedere lange bal werd verloren, dus... Je zag de situatie weer op de bank de laatste weken. Ja, klopt. Dat is een beetje ambetant waarschijnlijk voor... Ja, dat is ambetant, maar dat zijn keuzes van de coach ook natuurlijk. Dus, Tweede plaats is hier nu weg. Dus ze zien wel aan de Islaan zijn van het weekend, maar... ze hebben maar 5 matchen meer dan. Inderdaad, ja, we moeten realistisch zijn en match per match bekijken, maar... ik denk dat we vooral naar onszelf moesten kijken en wij verliezen de match, dus... de tweede plaats is verder weg inderdaad, maar of dat die nog altijd verloren is, dat weet je niet. Alles kan in voetbal, dus... Ja, als jij bent van het weekend, dan is het 9 punten, dan is het overheen. Dan is het waarschijnlijk over. Toekomst? Mijn toekomst? Een sportieve toekomst? Ja, we gaan er een vraag tegen achter zetten. Ben je een hele contract? Ja? Ik ben een hele contract. Ook niet makkelijk. Verlief? Ook niet makkelijk. Ja, het is te zien hoe dat je het ziet. Zou je graag blijven? Of, Er is sprake om te blijven, maar het voorstel blijft voorlopig uit. Dus, Geen gesprekken? Sportief gesprekken, wat vast had met de nieuwe eigenaars. En, just, het financieel is nog niet aan bod gekomen. Dus, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Wordt de coach erin betrokken dan? De coach is er ook in betrokken geweest. Voor welk contract wordt hij Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb ook met sportief manager gesproken, dus ja. Standpunt is hetzelfde. Dus, ja. Zou je dan toch liever naar de ploeg gaan waar je terug misschien al een weken speelt? Maakt dat niet uit? Ja, dat is natuurlijk leuker, maar ja. We zien wel wat de toekomst brengt natuurlijk. Dus, ik ben 28 jaar, dus afkort in 28. Dus dat is een belangrijke beslissing. Ik ben een papa. Bijna papa, hoe zit het? Bijna papa. Wanneer? Augustus. Ja. Mijn contract. Hopelijk. Oké, dankjewel. Ik ga uw analyse van de wedstrijd. Ik denk dat we sowieso vandaag hier toe zijn gekomen. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. We wisten dat we tegen ook de ploeg in de 1B is die het meest aan voetbal toekomt samen met ons. Dus zeker met de kwaliteit van spelers toe. En we wisten dat we een moeilijke machine hebben. Omdat we goed
gestart waren, dat we controle hadden over de wedstrijd. Dat we eigenlijk vooral Deinzen niet aan spelen lieten. En dat we ook in balbezit ook wel op het begin wel de ruimte stonden. En hij zat ook altijd aangenaam dat je met een stilstaande fase 1-0 voorkomt. Dat is altijd een pluspunt, dat geeft hem een boost. En dan moest. Dan zag je dat Deins iets meer risico moeten nemen, iets meer de bal ging rondspelen. Ik vond dat we eigenlijk weinig kansen hebben toegelaten. Dus ze hebben misschien iets meer balbezit gehad, maar ze hebben toch, toch niet die ruimte gevonden tussen de lijnen of ruimte in de rug, wat hun kwaliteit is met de spelers dat ze hebben. Dus ik denk dat we daar de controle over gehad hebben. Tweede helft, geen reactie verwachten. We hebben iets meer risico genomen, iets meer flankballen gebruikt, lange ballen, om sneller de flankers te hebben. Maar op zich waren we daarop voorbereid, omdat we wisten dat we daar niet gevaar in gaan komen. Voorzitter, defending box zijn we vrij sterk in, dat vooral de ruimte tussenin dat we niet wat vrij laten. En dat we het niet aan het combineren willen laten komen. Maar op zich hebben we echt wel goed verdedigd vandaag. We zijn even op de wedstrijd de bal, vind ik. En dan ongelukkig die 1-1, een vrije trap dat de bal in de bal waait. Dat had gebeuren, maar dat vond ik de reactie wel heel mooi van de spelers. Ik vond dat we dan toch terug op zoek zijn gegaan naar het doelpunt. Met een mooie actie langs de flank 1 tegen 1. Snel uitgespeeld en een mooie kickoff van Maxime. Dan weet je dat het moeilijk wordt, dat ze gaan risico's nemen, dat ze met lange ballen. Maar op zich waren we daar voorbereid. Ik vind dat we daar heel goed verdedigd hebben. En tegen een heel goed voetballende ploeg hebben we vandaag heel weinig kansen toegelaten. En hebben we toch meestal controle gehad. Zijn er vragen? Oké, daar ga ik over naar de coach van Deinzen. Yes. Jouw analyse? Al was de proficiat aan Westerlo en Jonas. Ik moet zeggen, het eerste kwartier was dit de ploeg die het beste voor de dag kwam hier op Deinzen tot hiertoe. We zaten ons meteen aan hoge druk. Met die spelers hadden we er ook wel verwacht. Meteen met hoge druk, want het afhankelijk. Ik zal wel even spreken. We hadden het afhankelijk moeilijk, het eerste kwartier. Maar ik moet zeggen, daarna herstellen we het evenwicht voor bijna de hele wedstrijd lang. In heel veel facetten hadden we de evenknie. Zo nu naar mijn gevoel zelfs beter. En ik moet zeggen, we maken dan die 1-1 een beetje uit het niets. Maar toen had ik wel het gevoel dat er zelf nog over ging gaan. En ik denk, ik niet alleen, ik denk de meesten in het stadion. En dan zie je wel de klasse natuurlijk van Westerlo. Westerlo kan uit het niets een doelpunt maken. En dat is iets waar dat het ons een beetje aan schort, denk ik, dit seizoen. Dus in C kan ik deze jongens op onze ploeg vandaag weinig verwijten. Tegen een goede tegenstander ook. En we proberen ons voetbalvermogen weer boven te halen. Soms lukt het, soms lukt het niet. Vandaag jammer genoeg niet. Al moet ik zeggen dat we zeker buiten het eerste kwartier de evenknie hadden van Westerlo. Het is waar, het is jammer genoeg voor die spelers. Ja. Het is nog verwacht dat ze zo hoog druk zijn gezet, want daar hadden we al last van het eerste kwartier. Als ik de ploegopstelling zag, dus met 4 zuivere spitsen, hadden we dat zeker wel verwacht. Zeker omdat ze ook al een bepaalde reactie gingen hebben aan die 7-9. We hadden er aanvankelijk moeilijk mee, maar daarachter, zoals ik zei, kom wel terug in ons spel. En zeker die momenten dat je voelt dat je de bovenhand hebt, en dat wil ik zeggen met de net, dat zou je dat doelpunt moeten maken. En dat is een beetje een doelpunt kunnen scoren, zoiets uit het niets. En dat hebben we in zeer weinig. Heeft dat met kwaliteit te maken? Ook wel op bepaalde plaatsen, maar die vallen ja, met bepaalde ook. Ja, dat kan ook een fase waar je zit, een jaar waar je zit, dat bij ons net niet valt. Dat dat nu een jaar is waar dat voor Westerlo wel valt. Ook die tweede helft heb je ook zo'n periode. Als je voelt van oké, nu hebben we de bovenhand. En dat zijn momenten dat je dat moet nemen. Maar moet eerlijk zijn, dat langs beide kanten, keepers hebben relatief weinig werk gehad. Zowel van Langenlok als bij ons Tom. Dus echt heel veel uitgespeelde kansen waren er niet. Maar dat zijn wel ja, van die momenten af, maar als je voelt dat dat erin zit, als die druk hoog wordt gehouden, ja, dan zal er iets dat doelpuntje moeten kunnen worden. Toch was het een aangaande match. Sorry?
toch was het een aangenaam. Ja, dat denk ik wel. Vanuit neutrale voet. Absoluut. Ik denk, we hebben 4 wedstrijden tegen elkaar gespeeld, 4 keer met heel veel intensiteit. Voetbal, ik heb al mindere matchen in 1A gezien. Maar ik heb wel al beter arbiterwerk gezien in 1A. Dus, en ik spreek niet enkel over Deinzen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega dat beaamt, winst of verlies. Maar vandaag heb ik heel bizarre dingen gezien. Maar handigen? Wat vond je van de rode kaart? Dat was waar. Vandaag in de geest van de wedstrijd. Absoluut. Je moet verlaten. Ik denk dat de trek een hele kaart geeft. Iedereen zegt dat het professioneel fout was. Ik denk een beetje een jeugd zonder nu waarop, maar in de geest van de wedstrijd denk je dat een kaart. Ik herinner mij de eerste helft die Baffo daar in, die dat er volledig omver werd gelopen. Wow. Was dat moment? Ja, dat waren dus gedacht. Eerst gedaan de fase. Hij is twee kanten. Hij is twee kanten, dus dat is zo. Oké, dat is een thema dat we dat weten dat er problemen zijn in België in het algemeen, denk ik. Dat we het niveau van de scheidsrechters moeten opkrikken. Dat is iets dat we op lange termijn moeten zijn. Ik denk vooral het verschil tussen 1A en 1B is, zoals we zeggen, het feit dat er geen VAR is, dat zegt al veel. Ik vind dat zo'n fase ook scheidsrechters moet ondersteunen. Het is al moeilijk genoeg als scheidsrechter zijnde, maar als je dan nog in 1B geen VAR hebt voor de scheidsrechters, ja, in principe is dat niet mogelijk. Weet je ook wel een stuk van de aanvallend voetbal? Ik denk dat de twee meest voetballende ploegen zijn in de reeks, denk ik wel. Ik denk dat ook niet toevallig is dat de twee ploegen, als je ziet de bekerwedstrijden, zien op Brugge, wij tegen Antwerp, tegen Ojaal, dat we die ploegen moeilijk kunnen maken, omdat we voetballend kunnen spelen. En dat we niet alleen terugtrekken voor onze steen en wachten op de counter, maar heel veel gebeurt in 1B. Ik denk toch twee voetballende ploegen. Ik ben overtuigd dat dat op lange termijn altijd zo doorgaat. Oké, dankjewel. Excuses voor de informatie.